We gaan een nieuwe TikTok opnemen. Welke kleur geeft de vloer? Ik ben Jana. Ik ben Romy en achter de camera staat Superopa. Hallo! Vandaag zijn we weer in Gimmixel. Om toch in Gimmixel te mogen, hebben wij de taak gekregen om de blokkenbak leeg te halen. En ja, dat is heel veel werk. Ik heb net gedoucht en nu vind ik al helemaal smerig. Ja, dit is niet schoon werk, nee. Ik maak hier wel een gatje. Oké, man. We gaan een spel spelen. Ik zeg een woord, bijvoorbeeld water. En dan moeten jullie allebei een liedje zingen met het woord water erin. Oké. Okay. Mag in het Nederlands of in het Engels. Dus je hebt twee kansen. Let's go. Dus, water. Dan zeg jij... Breng me naar het water, breng me naar het de meer. Zee. En leg me neer. Ja, die is check. 1 ja. Punt voor Romy. Ja. Zeg jij maar een woord. Love. Love me like you do, la la love me like you do. I'm gonna love you, like I'm gonna lose you. Love, love me do, you know I love you. Ga voor het woord hallo of hello. Hello, is it me you're looking for? I can see your halo. See it in your eyes. Hello. I can see it in your smile. It's me. I was wondering if after all these years you liked me. Hallo meneer de elf. Ik ben Flip de Beer. Wat brengt u ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. We zijn nu al ruim 2 uur bezig met blokjes eruit gooien. En er is ook al best wat weg. Maar het is wel wat meer werk dan wij gedacht hadden. Nou... Ik ben er wel een beetje klaar mee. We hebben een behoorlijk stukje van de schuimbak, blokkenbak opgeruimd. Ja, is aardig leeg. Ja, we hebben een aantal, maar het is niet zo spannend wat we allemaal gevonden hebben. Een fietssleuteltje, een balletje. Nog een balletje en een sok. Dus als iemand nou zijn fietssleuteltje nog kwijt is... Laat het even weten in de reacties. Laat het in de, in de reacties en dan mag je hem komen halen. Ja, ik ben helemaal klaar mee, dus we gaan gewoon eventjes TikTokjes maken. En we beginnen zo bij de trampoline. Yeah! We gaan even een TikTok opnemen, waarbij het lijkt dat Jana door de trampoline valt. Ik ga gewoon heel hoog springen en dan op mijn buik. Ja, en Romy zit hier met de camera voor het TikTok gedeelte. Ik denk dat dat leuker is, ja. Oké, nou mag Romy die daar zit mag niet bewegen. Nee. Oké. Nou moet jij onder de trampoline kruipen. Op de matjes. En bij wijze van spreken, nou moet je omhoog springen. Helemaal plat, hè? Ja, en dan helemaal op je buik zoals je ook op de trampoline landt. Oké, Romy, ben je ready? Ja. Oh! Eerste TikTok is gelukt. Op naar TikTok 2. We gaan een nieuwe TikTok opnemen en daarvoor heb ik... wat turnpakjes bij me. Ik heb er 8 bij me die totaal niet op elkaar lijken. En nou is het de bedoeling dat we ergens de camera neer gaan zetten. Dan maak ik 8 flikvlakken. Maar elke flikvlak heb ik een ander pakje aan. We gaan nu eerst even de volgorde van de pakjes bepalen. Die moet natuurlijk behoorlijk verschillend zijn. Dat niet 2 pakjes een beetje hetzelfde zijn. Pakje 1! Ja. En nu gaat Jana na deze flikflak nog even Arabi flikflak stroefvat doen. Ja. Woe!
Het is niet helemaal gelukt, want we hebben nu ongeveer 8 filmpjes of zo gemaakt. Alleen, yeah. Sommige hebben heel veel licht. En dat zie je zo duidelijk. Ik kan het wel even laten zien. Het is bijvoorbeeld eentje, die is het heel erg bruinig licht, zeg maar. En dan op, opeens koud licht. Nieuwe stellage. Blok staat op wieltjes. Dus ja, Romy kan dus meelopen. Het hoeven ook niet per se 8 pakjes natuurlijk, hè. Bij 5 mag het ook, hè. Dat zeg je nu. Ja, hey, hallo. Als het 20 pakjes had, moesten het 20 flikvlakken worden. Ik heb het 20 hoor. Ik heb me 18 keer omgekleed in een half uur. Ja, want 8 plus 8 is 18. Ja. Oh, ik heb mij 16 keer omgekleed in een half uur. Moet ik hier dan mee? Moet ik hier dan mee? Wij hebben een Game Master gevonden. En die heeft voor ons een aantal vragen opgeschreven. En die moeten wij straks gaan beantwoorden. Wij staan achter het hekje. De vraag wordt gesteld. Als je het antwoord weet, moet je over het hekje. Dan krijg je hier knalerwten. Je pakt de knalert. Degene die het eerste ontploft, mag het antwoord geven. Maar wat als je de een hebt die niet ontploft? Heb je pech? Ja. Heb je gewoon pech? We hebben de spelregels iets anders gemaakt. Want we moeten natuurlijk 1,5 meter afstand houden. Dus ik mag op deze tree beginnen. De eerste vraag. Wat is de titel van jullie allereerste video? Romy! Super opa heeft iets te vertellen. Dat is goed! Ah, ik weet het! Van Romy. Welke kleur heeft de vloer? Ja! Blauw! Goed zo! Even voor jou. Ik dacht deze vloer. Hij zou toch wel spannend doen. Hoe oud is Super Opa? Ja! 106! 193! Het goede antwoord was, 75. Dat is een mysterie. Oh. Niemand heeft een punt. De volgende vraag doen we iets anders. Draai je allemaal om. En je mag je niet meer omdraaien. Okay. Op welke volgorde staan de kleuren van de gekleurde wand? Nee, Romy. Rood, geel, groen. Nog een keer rood. Dat is fout. Oh, oh nee. Super opa. Geel, blauw, groen, rood, geel, blauw, groen. Dat is ook fout. Jada. Geel, rood, groen, blauw, rood. Dat is fout. Oh. Wat drinkt de koe? Jana! Water! Goed zo! Ik dacht echt, hij gaat melk roepen. Punt voor ik dacht Jana. Echt. De tussenstand. Dus tussenstand. Jana 2 punten, Romy 1, Super Opa 0. Ah, oh, bijna! Hoeveel turnpakjes heeft Jana deze video meegenomen? Romy! 8. Dat is goed. Punt voor Romy. Maak de volgende zin / titel af. 6 challenges, 3 teams. Romy. 1 super opa. Dat is goed. Punt voor Romy. Dit is de laatste vraag. Okay. Tenzij Jana deze vraag goed heeft. Okay. En dan krijgen we een bonuspunt. Oké. Okay. Let's go. Oké, okay, kom allemaal weer op dezelfde plek staan waar jullie net stonden. Oh. Dit is een vraag met A, B, C en D. In de hoeveelste video gingen Jana en Romy Super Opa stalken? Was dat A, 5? Was dat B, 9? Was dat C, 8? Of was dat D, het is nooit gebeurd? Ik, oh ja. Jana, 5! Dat is fout. Oh. Nou, dan mag jij dan. Romy, D!
Nee! Het is nooit gebeurd. Oh, dat klopt ook niet. Super opa! Ik zeg D. Dat is fout. Dat zei ik ook al. 8 keer! Ja, dat is goed. Punt voor Jana. Super opa, helaas doe jij niet meer mee. Je mag aan de kant. Uitgeschakeld. De bonusvraag is... Hoe drinkt super opa zijn koffie? Met kokersuiker! Dat is fout! Dat is fout! Romy! Met alleen melk! Ja, dat is goed! Yeah! Jana heeft 3 punten, Romy heeft 4 en super opa heeft er 0. Ik ben het niet mee eens. Ik vind dat ik elke vraag gewoon goed heb. Ja. Goed bezig. Dat is ook een verliezerstaak. Vandaar dat ik het ook niet hoef te doen, hè? Nee, maar jij deed met spek en bonen mee. Ja, dat blijkt wel uit de score. Dit was de video alweer. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne jaarwisseling gehad. Like, subscribe, laat een reactie achter. En hopelijk zien jullie volgende week. Nou, zeker weten. Jongens, tot volgende week. Later! Doei. Een liedje met het woord ginger. Ja. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Ja. Ja, die heb ik ook. Meisjes met rode haren. Die kunnen kussen. Dat is niet mis.